de informatiestroom naar de gemeenschap over preventieve maatregelen in gevallen van zelfdoding moet beter. Justitieminister Kenneth Amoksi zei gisteren voor aanvang van de Raad van Ministers dat in aanloop naar de feestdagen veel meer voorlichting gegeven zal worden aan de samenleving. Kijk, die informatie, de voorlichting moet agressiever. Je kan natuurlijk niet alles voorkomen, maar als je de gemeenschap wegwijs kan maken met informatie, zodat ze, weet je, op hun niveau zelf preventieve maatregelen kunnen treffen, dan zijn ze geholpen. Ik heb bijvoorbeeld een rapportage gehad gisteren van een geval waarbij een stier een persoon heeft aangevallen. Die is komen te overlijden. Er was ook een geval van moord en zelfmoord. De politie kan natuurlijk niet overal zijn, maar als je de informatie naar de mensen brengt, dan kunnen ze wel zelf de preventieve maatregelen treffen om erger te voorkomen. De minister heeft recentelijk met de korpsleiding vergaderd, waar is besproken hoe ingespeeld zal worden op bevordering van de voorlichting naar de gemeenschap. Volgens Amoksi zullen alle beschikbare middelen gebruikt worden om het werk van de politie en andere belanghebbende diensten beter te doen.